Nou, we hebben allemaal reuze leuke dingen te doen. Ik ga geen tijd verspillen met allemaal veel te veel over mezelf vertellen. Want ik heb twee ongelooflijk fijne gasten hierachter voor jullie klaarstaan. En het zijn programmamaker Tim Hofman en antropoloog Femke Koulingfriks. Hallo. Hallo. Ja, dat is prima. Ja, kom lekker zitten. Dankjewel. Hi. Nou, hoe is het met jullie? Goed. Ja, je hebt een heel Utrechtse ervaring deze week. Want ja. Jij woont wel in Amsterdam. Ja, ik had filmfestival, mocht ik programmeren. Ja. Deel, niet alles. Maar een beetje. En een lezing, en dat was heel leuk. En wat heb je de mensen zoal meegeprobeerd te geven in je programmatische keuzes? Nou, niks. Ik ben een vader niet, maar ik dacht gewoon mooie dingen. Dus een documentaire en een film van Willem Bos, Jordi Season, vond ik heel leuk. En een lezing. We hebben 2 uur gepraat over, deze week kwam Joker uit, die film. Mm-hmm. En daar was een hele discussie over of je zo'n film dan zou moeten maken, omdat het verheerlijking is van een psychopaat. En daar hebben we het eigenlijk 2 uur lang over gehad, met volle bak op zaterdagavond. Die mensen waren net te gek, maar het was leuk. Ja, de mensen in de zaal? Ja, dat ze kwamen op zaterdagavond. Oh, om te praten over... Om te praten 2 uur lang, ja. Maar ja, praten kwamen praten. Zelf weten. En is er nog een mooie conclusie uitgekomen? Zeker niet. Oké, nee. Nou, mooi. Gezond, goed debat. Maar misschien is dan het mooiste wat er gebeurt, dat je mensen aan het denken zet en wat gedachten uitwisselt. Zo. Ja. Nou ja, jij bent natuurlijk programmamaker, oorspronkelijk bij BNN, nu BNN-VARA. Je hebt je eigen platform Boos, waarbij je eigenlijk belangen van jongeren probeert te behartigen in programmavorm. Ja. Ja, toch? Correct. Terug naar je eigen land? Terug naar je, dat was een documentaire. Dat is een documentaire die je hebt gemaakt? Ja. Over een 9-jarige meneer? Ja, Nemmer. Nemmer. Ja, en die moest naar Irak, maar die was hier geboren. Toen zei hij, ja, dat wil ik helemaal niet. Toen zei ik, nou, los ik even op. God, wat een wedstrijd is dat geweest. Maar dat was heel interessant. Ja. Maar is hij al terug naar zijn eigen land? Nee, hij heeft een verblijfsvergunning. Ja, het is gelukt, hè? Hij woont in de buurt hier. Ja. Heel mooi om te zien wat voor impact je kan hebben met het maken van programma's. Jij maakt op jouw manier impact als antropoloog. Je bent lector aan de Hogeschool in Holland. En jij hebt werk gemaakt van de treitervlogger in Zaandam, Ismaël. Ik heb hem nooit ontmoet. Wel naar zijn vlogs gekeken, maar ik ben inderdaad bezig met een project in de buurt waar hij is opgegroeid. Ja. En je ziet wel dat het hele media gedoe rondom die vlogs enorm veel impact heeft gehad op die wijk en op alle jongeren die daar, net als Ismaël, aan het opgroeien zijn. En is dat, als je zoiets hoort voorbij komen, denk je dan meteen, dat moet ik gaan bestuderen? Het wordt de antropoloog in jou zelf aangezwengeld daarop. En wat is dat dan? Nou, wat ik eigenlijk heel mooi vond aan die vlogs van hem, was dat hij eigenlijk zelf ook als een soort antropoloog het leven in zijn eigen buurt liet zien aan de buitenwereld. En dat gebeurt niet zo vaak. Ik vind dat heel interessant dat jongeren zelf een eigen platform creëren om hun eigen boodschap uit te dragen. En een inkijkje geven in een wereld die wij vaak als heel eendimensionaal kennen van mediaberichten bijvoorbeeld. En, door dat persoonlijke beeld te schetsen zie je dat er nog zoveel meer dimensies aan zo'n leven zitten. Uiteindelijk is dat beeld ook weer een beetje platgeslagen. Ik wou zeggen, het is toch aardig platgeslagen. Ja, maar niet in die vlogs. Ik denk de mensen die al die vlogs hebben gekeken, dat zijn er ook weer niet zoveel, die hebben wel gezien dat er enorm veel meer speelde dan die confrontaties tussen jongeren en de politie voor de FOMAR, die we allemaal hebben gezien, omdat we dat fragment uit Pauw hebben gezien, waar hij uiteindelijk zat met een paar vrienden. Ja. Dat was maar één klein onderdeeltje eigenlijk van het hele verhaal wat hij heeft laten zien. En op basis van dat onderdeeltje vellen mensen een oordeel, inclusief Mark Rutte, die het tuig van de richel noemde. Ja, wat ik probeer te doen in mijn werk is constant dus al die andere dimensies van zo'n verhaal laten zien waar we niet zo snel kijk op hebben. En wat ik hier heel mooi aan vond, was dat hij dat eigenlijk zelf al aan het doen was. Mm. Dus ik heb gewoon meegekeken. Ja, had hij jou wel nodig dan? Hij niet, maar uiteindelijk is het, dat was eventjes een soort mediastormpje ontstond er. Heel veel aandacht voor die wijk en dat ebt dan op een gegeven moment weer weg. En al die andere jonge mensen die daar wonen, die
Die kunnen wel wat, niet die media-aandacht, maar wel wat aandacht gebruiken, gewoon puur van de gemeente bijvoorbeeld, van professionals in die wijken. Daar probeer ik nu wel een bijdrage aan te leveren door steeds dat meerdimensionale inzicht gaande te houden in wat er leeft in die wijk. En is dat dan een bijdrage die jij als antropoloog ook hoort te leveren? Hoort dat bij jouw vakgebied in jouw beleving? Of is dat iets wat je dan vanuit meer persoonlijke drijfveer gaat doen? Nou, wat antropologen doen is een inkijkje geven in het alledaagse leven van mensen. Dus het gaat over hoe wij sociaal gezien met elkaar omgaan. En daar proberen de betekenis daarvan uit te pakken eigenlijk door er echt middenin te duiken. Dus we doen heel veel aan, dat heet dan participatieve observatie. Dus dan gaan we gewoon meedoen in een praktijk of heel veel tijd in een wijk doorbrengen of met iemand meelopen een langere periode. En ik doe dat ook. En voor mij is altijd het doel om emancipatie na te streven of te kijken of ik daaraan bij kan dragen op een bepaalde manier. En dat is wel hoe ik het persoonlijk invul. Ik vind dat gewoon heel belangrijk. Ja. Er middenin duiken, observeren, dat klinkt eigenlijk... Jij bent eigenlijk een antropoloog. Ja. Als je deze definitie hanteert, dan doe jij eigenlijk dat ook. Als maker... Een goede journalist zou met hetzelfde oog moeten kijken natuurlijk. Dat is zeker waar. Maar ik heb dat meer met over mijn lijk maken dan met boos. Oh. Kijken wat gebeurt er nou en wie doet waarom eigenlijk wat. En wat verbaast mij en wat helemaal niet. En wat is conventioneel en wat helemaal niet. Maar dat is natuurlijk op microschaal in een hele kleine gemeenschap, zeg maar. Maar verder ben ik geen antropoloog, als dat de vraag was. Maar als je het leven van Nemmer, dat heb je wel geobserveerd en geprobeerd daar in te duiken om het vervolgens ook te laten zien. En ook eigenlijk toch ook een emancipatieslag teweeg te brengen en iets voor hem te regelen. Jawel, ja. En wat heel interessant was, is wat Nederland daarna deed op grote schaal. Wie vond wat, waarom? Ik kan je vertellen, als je ooit behoefte had aan 50.000 doodsbedreigingen per dag, bemoei je met migratie en immigratie, doe het. Ja. Ja, is fantastisch. Had je er hoeveel had je? Nee, het was veel. Het was, wat me heel erg verbaasd was dat er bijvoorbeeld heel veel rechtse mensen zeiden, ja, ik vind eigenlijk wel dat deze jongen moet blijven, want een domme wet. Ja. Weet je wel, dat verbaast me heel erg. Dat is interessant. Kreeg jij die bedreigingen of kreeg hij dat ook? Ja, hij niet, ik wel. Ja. Ja. Ik las vandaag nog een mooie, met terugwerkende kracht uit februari. Het is echt fantastisch. Wat mensen dan? Moet ik hem even voorlezen. Maar pak hem erbij. Nee, moet ik ook helemaal terugzoeken naar februari. Maar het is heel interessant wat daar gebeurt dan. Als je dat zag je ook bij Ismael. Ja. Mensen waren woedend op hem vooral ook. Ja. Terwijl hij legt alleen maar vast. Dat meer deed hij niet natuurlijk. Ja. Is dat risico er ook als je als antropoloog in dit soort zaken duikt? Heb jij ook veel doodsbedreigingen? Ja. Oh ja, ik krijg ze ook persoonlijk. Ja? Ja, niet zoveel als jij. Terwijl ik er wel veel Laten we even een wedstrijdje doodsbedreigingen doen. Why don't we? Nee, maar ik krijg ze inderdaad ook wel, ja. En waarom? Interessant, want jij bent heel erg met rechtvaardigheid bezig. Wat is rechtvaardigheid? Dat is sowieso een gevoelig onderwerp. Zeker als mensen erover van mening verschillen. Nou, maar niet per se in brede zin. Want wat we bij boos doen is, iemand vindt iets niet rechtvaardig. En dan gaan wij daarin mee. Ja. En soms, dat mag links of rechts zijn. Of vanuit geloofsovertuiging of niet, of anti-geloofsovertuiging. Het mag iets groots zijn en iets heel kleins. Iets groots of kleins, ja. Dus en daar krijg je minder heftige reacties op dan toen je terug naar je eigen land maakte? Soms is een doodsbedreiging fijner dan dat iemand je kaak breekt. Nee, dat snap ik. Ja. Dus als ik zou mogen kiezen, maak ik liever nog een keer terug naar je eigen land. Ja, nee, ik begrijp het, ja. Ik krijg het ook wel persoonlijk, maar... Waarom? Nou ja, waarom krijg jij ze? Ja. Nou, ik denk, nou ja, ik ben wel een beetje met dezelfde thematiek bezig. Dus ik probeer sowieso het perspectief en het alledaagse leven inzichtelijk te maken van jonge mensen die een beetje aan de marge van de samenleving staan.
En ook jonge mensen die niet vanzelfsprekend worden gezien als de modelburger. Dus ik heb heel veel projecten gedaan met jongeren die dan te boek stonden als hangjongeren in zogenaamde achterstandswijken. Nou, en die worden al heel snel gezien als een soort bedreiging van de samenleving. En dat roept gewoon hele heftige reacties op. In de jaren 70 heeft een Engelse antropoloog daarover geschreven en die zei dit soort jonge mensen die eigenlijk een beetje boefjesgedrag vertonen, die worden dan in de media en ook in de publieke opinie een soort opgeblazen als kwade sprookjesfiguren, folk devils noemde hij ze, een soort duivelse sprookjesfiguren. En daar kunnen we dan met z'n allen al onze angsten en frustraties op projecteren. En dat wordt dan heel erg uitvergroot alsof zij dan de stoelpoten onder de samenleving vandaan gaan zagen. En dat heeft natuurlijk te maken met dat het jeugdig dwarsheid is, dat het tegen de norm ingaat. Mm-hmm. En dat kan gewoon hele heftige tegenreacties. Dat zie je ook bij Boef dus, de rapper die ongeveer dezelfde tijd als Ismael ook enorm veel media gedoe over zich heen kreeg. Dat is iets met jongeren die afwijken van de standaard, wat als heel bedreigend vaak wordt gezien. Want jongeren moeten zich onderwerpen, of is dat dan een exponent van de jeugd van tegenwoordig? Nou, je moet ze onder de duim krijgen weer, of zo? Ja, ik weet het niet. Ook misschien dat jeugd iets onvoorspelbaars heeft, maar ook wel dat alle grote maatschappelijke veranderingen die echt wat teweeg hebben gebracht, bijna altijd wel door jongere generaties in gang worden gezet. Dus je kijkt naar de burgerrechtenbeweging, LGBTQ, emancipatiebeweging, werden allemaal door jonge mensen gedragen. Die werden allemaal in het begin ook als een groot risico gezien. Dus als je daarvoor op gaat nemen, of je nou journalist bent of antropoloog, dan krijg je vaak een hele bak shit over je heen. Volgens mij is het of een waterkanon, zoals nu in Irak. Ja. Precies. De conservatievere slag mens is denk ik bang voor de progressie van een nieuwe generatie, inderdaad. Ja. En dat, al vind ik dat nu ook wel opvallend, dat, dat merk ik steeds vaker op internet. Bijvoorbeeld onder foto's van influencers die wat naakter vrouwen, die wat meer van hun lichaam laten zien. Hoe conservatief veel kids zijn, veel tieners zijn. Ja. Je hebt wat islamitische jongeren die heel conservatief zijn. Bijvoorbeeld als Boef met zijn verloofde staat, dan is die meid is dan een keg en doet het alleen voor het geld en is haram. Echt, zie je heel veel. Ja. En als Sophie Milsink in bikini staat, vies slet en een hoer en je verdient de dikpiks en heel conservatieve blik. Ja. Ja, de gemiddelde leeftijd voor de eerste keer seksueel contact gaat ook omhoog onder jongeren. Ja. In plaats van omlaag. Heel verontrustend. Terwijl het beeld van volwassenen vaak anders is. Maar dan nemen we een heel andere afslag in het gesprek. Kun je straks even in die vagina duiken. Dat is interessant ook hoor. We moesten het ook hebben over de kloof namelijk tussen eigenlijk de straat en de politiek. Jouw boek beslecht die kloof in de titel al. Je hebt het over straatpolitiek. Gaat dat daarover wat jou betreft? Ja, zeker. Ja, ik denk dat heel veel jonge mensen. En jongeren zijn natuurlijk. Het zijn net mensen. Hè? Dus je hebt alle inderdaad richtingen van het politieke spectrum. Heb je ook onder jongeren. Ze zijn het is geen homogene allemaal, groep. Nee, ook, ze zijn niet allemaal progressief. Dus, er gebeurt ook van alles. Maar en het idee dat ze apolitiek zouden zijn. Is ook zo'n mythe waar jij je eigenlijk tegen verzet. Precies. Ja. En dat ben ik helemaal met je eens. Dus ik denk dat er heel veel jongeren zijn. Die heel politiek geëngageerd wil zijn. Die duidelijk ideeën hebben over rechtvaardigheid. Over hoe ze de samenleving willen veranderen. Maar gewoon helemaal niet meer geloven in wat er in Den Haag gebeurt. Dus de formele politiek, dat zien ze als een wereld die niet hun wereld is en die enorm op afstand staat. Maar daar zijn de jongeren niet uniek in? Nee, zijn ze zeker niet uniek in. Dat klopt. En dat is ook niet nieuw. Dat was bij andere generaties ook wel zo. Maar wat ik laat zien in het boek is hoe de jongeren van nu op hun eigen manier toch dat engagement uitdragen en op zoek gaan naar hun stem laten horen, belangenbehartiging, voor zichzelf opkomen. En een van de dingen die ze doen is online, natuurlijk via YouTube, door te vloggen. Dus populaire cultuur, beeldvorming kan een enorme sterke spreekbuis zijn om jezelf te emanciperen of voor een bepaalde groep op te komen die jij belangrijk vindt. Dus eigenlijk, wat jij doet, is wat mij betreft
straatpolitiek laat dat heel mooi zien. En dat het ook een effect kan hebben. Maar ik probeer ze wel mee. Ja, ik mag het nu niet meer doen, maar we nemen ze wel altijd mee naar Den Haag. Ja. Dus we zetten ze ook... ik mag het sinds Nemmer dus niet meer doen. En waarom niet? Ja, omdat het tegen de regels was. En dan word je dus als bedreiging gezien. Ik kwam vorige week en volgende week niet het parlement in. Dus we zijn nu aan het kijken waarom ik daar niet meer naar binnen mag. Oké. Wacht even, hoe gaat zoiets? Nou ja, je doet de aanvraag, mag ik komen? Nee, ik kom daar al sinds 2012 of zo. En er werd niet verteld waarom je dan niet erin mocht. Nee. Maar dat is een ander verhaal. Maar wat ik altijd probeer te doen... Kijk, voor jonge mensen, of mijn generatiegenoten, of eigenlijk voor heel veel mensen... is de kaastolp waar Den Haag onder beweegt, is ver van je bedshow. Dat zijn mensen in pakken en dat zijn een soort robots. Anderzijds merk ik dat, en dat deden wij in 2017 met de stembuscampagne, namelijk ga naar de stembus. Mm. En daarna met Eigen Land en eigenlijk ook met Boos altijd. Zijn mensen vaak dossiers voor politici, zijn gewoon cijfers. Mm. En met cijfers kan je rekenen en dan krijg je een soort autodealers over mensen, zeg maar. Mm-hmm. Dus wat wij heel erg altijd doen, is die mensen tegenover elkaar zetten. Daarom was het zo pijnlijk met Nemmer en Dijkhoff. Toen Dijkhoff eigenlijk gewoon zei, dat ik vond het ook, ergens had ik ook wel respect voor op een gekke manier. Omdat Asscher werd boos op mij en Pechtold die gaf mij de schuld van dat die kids in de media kwamen, moeilijk. En Buma wist geloof ik niet helemaal meer hoe de rechtsstaat werkte. Waanzin wat hij allemaal zei. En Dijkhoff die zei gewoon, ja goed jongen, luister, wij vinden dit, de waarheid is, ga maar naar Irak en probeer maar een leuke tijd met je ouders daar te krijgen. Hoi hoi. Nou, dat is wel inderdaad. Hij bleef wel in lijn. En dat is best knap. In zekere zin, als je een jongen van 9 voor je hebt die zegt van wat betekent het voor mij om terug te gaan naar Irak? Nou, dan ga ik dood. Het was heel helder opeens wat zo'n dossier eigenlijk inhoudt. Namelijk regeringspartijen voor wie die kids gewoon cijfers zijn binnen een kader van wetten, regels en whatever. Voor bureaucratie. Prima ook. En anderzijds zag je ook. Dat heel veel jongeren opeens begrepen wat die mensen eigenlijk konden doen in Den Haag. En daarom zetten wij ze altijd tegenover elkaar. Je krijgt gewoon een heel ander respect dan dat ik in mijn eentje loop te hengelen, zeg maar. Ja. Maar in zekere zin kun je ook afvragen, als dat van alle tijden is, hè, dat die jeugdcultuur zich gaat verzetten en zich geen onderdeel voelt van de politieke macht. Waarom moet je ze dan toch in Den Haag hebben? Is het niet de rol van jongeren om op een andere manier hun stem te laten gelden en om invloed uit te oefenen? Toch niet één protocol daarvoor? Nee, en je hebt ook, in Den Haag zit natuurlijk wel de macht. Zo simpel is het. Dus als je echt wil dat er dingen veranderen, bijvoorbeeld dat kinderbarton, dan zal je toch naar Den Haag moeten. Dus je wil uiteindelijk wel daar ook invloed. Maar je hoeft niet te beginnen in Den Haag. Je hoeft zeker niet te beginnen daar. Dus het kan ook van de straat uiteindelijk in Den Haag terechtkomen. Mm-hmm. En soms heb je daar ook een soort brug. Ik denk dat jij ook op een bepaalde manier een soort brugfunctie vervult. Ik zie ook heel veel jongere werkers, bijvoorbeeld in die wijk in Poelenburg, waar Ismael vandaan komt, die ook een soort brugfunctionarissen zijn. Dus die halen die verhalen op van jongeren en die gaan lobbyen bij het gemeentehuis. En daar komt dan langzaam, en dat gaat allemaal heel traag. Dus die jongens die zaten bij Pauw bijvoorbeeld toen. En nou, er was heel veel gedoe over hun houding, maar het viel mij heel erg op dat niemand eigenlijk luisterde naar wat ze te zeggen hadden. En een van de dingen die ze daar heel duidelijk zeiden was, we hebben al heel lang geen jongerencentrum meer in onze wijk. Nou, 3 jaar later zitten we inmiddels, is er nu deze maand, afgelopen maand in september, voor het eerst weer in jaren een jongerencentrum geopend in Poelenburg. En komt dat dan door die bruggenbouwers? Uiteindelijk, denk ik. Nou ja, kijk, als die jongeren zich niet hadden uitgesproken, dan waren die jongerenwerkers ook niet gaan lopen. Dus ze hebben het zelf in gang gezet. Het balletje is gaan rollen. Maar ja, soms heb je... Het zijn echt hele verschillende werelden. Dus de taal die politici spreken, die matcht op heel veel vlakken niet met de taal die jongeren spreken. Ja. En dan is het soms handig als je een soort bemiddelaar, een belangenbehartiger hebt die... Die probeert om die werelden bij elkaar te brengen. En dat is daar in de wijk nu aardig aan het lukken, maar daar gaat dus wel heel veel tijd overheen, zie je ook. Zie je Tim dan als zo'n bruggenbouwer? Hoe zie jij dat? Zo'n PvdA-term. Zie jij jezelf als een bruggenbouwer? Ja, drink je ook thee met ze? Geen bruggenbouwer per se. Maar meer een breekijzer. Nou, misschien zie je jezelf een breekijzer.
Ja, misschien dat. Oh, ja. Maar ik maak ze even te denken. Hoe krijg je jonge mensen nou mee? Wat wij... Kijk, ik ben gewoon een van mijn generatie die een camera heeft. En dat heb ik gezegd. Als je problemen hebt, kom maar naar me toe. En dan hebben we een soort doorgeefloket. En dan kunnen we in ieder geval een kaart brengen wat journalistiek interessant is. Ik weet dat niet vanuit mijn ivoren toren in Hilversum. Met mijn bovenmodale salaris en mijn witte bek, weet je wel. Dus kom maar naar me toe, vertel het. Ik weet niet of ik een bruggenbouwer ben. Ik denk dat heel veel mensen me helemaal niet als bruggenbouwer zien en woedend worden van wat ik doe. Waarvan akte. Maar in principe is het misschien dat tegenover elkaar zetten. Zou dat toe kunnen vertellen. Dat is ook weer zo'n wetenschappelijke term. Maar ik ben de laatste tijd heel veel aan het schrijven over het Engelse begrip voicing. En dat is heel ingewikkeld om dat naar het Nederlands te vertalen. Maar het is een soort idee van... stem geven aan of een soort luidspreker zijn of een stemversterker, een spreekbuis. Ik denk dat wel, ja. En dat is denk ik wel wat hedendaagse media kan doen. Ja. Wat jij ook wel. Maar daar heb je mij in principe niet voor nodig hoor, want zo'n klimaatmars. Nee, precies. Nee, en dat de treitervlogger jou ook niet voor nodig, want die heeft gewoon zelf zijn dingen gemaakt. Maar als je met 2200 tractors op een maaiveld gaat staan, heb je helemaal geen voorman nodig die op televisie komt. Nee. Het is een manier. Nee, maar een tractor heeft ook geen voicing nodig. Want dat maakt uit zichzelf al zoveel kabaal. Dan ben je er al zo'n beetje. Ja. En dan maak je je punt ook wel. En dat blijkt dan ook. Hoewel ze trouwens nog niet tevreden zijn. Ik denk in die zin is er wel nu een veel grotere variatie, denk ik, aan straatpolitiek of jeugdprotest. Dan bijvoorbeeld in de roemruchte jaren 60, waarin er toch best wel veel sociale bewegingen dan een heel duidelijke soort frontman of vrouw hadden. Een bepaalde leidersfiguur die dan de boodschap verkondigde. En nu zie je inderdaad dat heel veel jongeren of groepen jongeren het gewoon helemaal op eigen houtje doen. En ook elkaar afwisselen. Ja, maar dat is wel nieuw, Wil, hoor. Sinds 4 jaar is dat pas aan de gang. 4 jaar terug stond er niemand op een Malieveld. Zag ik heel veel jongeren die helemaal niet met politiek bezig waren. Ja. En nu zie je protest na protest. Het is best wel aan het shiften. Je ziet online heel erg. Is dat wat ik me dan nog wel afvraag, als we het net hadden over inderdaad, de zittende macht, oké, dat is dan Den Haag. Maar als je het hebt over volksvertegenwoordiging, zou dan toch niet die stem ook vertolkt moeten worden op die plek in de Kamer? Ja. In Den Haag, in de Kamer. Waarom is dat er niet? Weet ik niet. Wat wij nu doen, ik ben laatst met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, wat een hele rare combinatie is, Gert-Jan Segers en ik als christelijk politicus en ik als onder andere religiekritisch programmamaker, hebben elkaar eigenlijk opgezocht en toen hebben we coalitie eigen start. Daar hebben we bijvoorbeeld gelobbyd bij PvdA GroenLinks om dat leenstelsel niet meer te ondersteunen, dus dat is het draagvlak kwijt. En dat is allemaal vanuit Den Haag zelf. En toen zijn we met allemaal jonge organisaties gaan zitten en we hebben allemaal van die denktanks, zeg maar. Er kwamen een paar honderd jongeren naar het parlement en die zeiden, dit is ons probleem en dit is onze oplossing. En toen hebben we daar een manifest van gemaakt. En in principe werkte dat prima. Maar waar we ook op kwamen was dat wij eigenlijk geen directe inspraak hebben. Dus als je bijvoorbeeld formatietafels hebt, dan zit wel Shell daar en de FNV. Met allemaal mensen die lid zijn van 140, die allemaal dood zijn over 10 jaar. Dus wat in principe, weet je wel, best wel raar is. Over 10 jaar al, denk je? Ja, ik denk 10 jaar. En er zit, weet je wel, Centraal Planbureau, maar er zit geen generatievertegenwoordiger van bijvoorbeeld millennials of generatie Y en Z. Nou ja, je hebt wel jeugdparticipatie, dus je hebt bepaalde organisaties, de Nederlandse Jeugdraad, de studentenvertegenwoordigers, die zitten wel in Den Haag. Maar er is een soort jonge participatie-elite. En dat zijn over het algemeen witte, hoger opgeleide, middenklasse jongeren. Met allemaal jasje. Op hun 13e al aan een soort politiek cv denken. Ja, en die lullen allemaal alsof ze 80 zijn. Ik zei ook, dit gaan we niet doen, weet je wel. Haal gewoon ideeën uit van de straat af. Ja, en dat gebeurt inderdaad niet. En doe alsjeblieft het kutkolberg. Maar het is wel wat ik wel heel problematisch vind. Raar is dat, hè? Dat jonge mensen dan zo graag zo oud willen doen. Ja. Nou ja, dat je dus... Moet ik dit het wordt wel een excuus. Dus je hebt... Gaarne. Doe uit. Het zat ook helemaal niet lekker. Maar wel deze schoen. Liever morgen weg, dacht ik... Shit, deze schoen staat helemaal nergens. Met het weer buiten is het verstandig dat je zo het ziet er natuurlijk niet uit. Als je ze met zelfvertrouwen draagt, dan... Ja, precies.
Kom je bijna overal mee weg. Het was echt een vergissing. Ja, sorry, ik onderbrak je. Nee, maar het wordt wel een soort excuus. Dus je ziet dat ook bij gemeentes. Dan heb je, elke gemeente heeft wel een jeugdplatform of een jongerenraad. Ja. En dan zegt de gemeente dus, nee, we hebben ook de jongeren gesproken hoor. Dan wordt dat dus een soort excuusorgaan om te zeggen, nee, we hebben ook contact met de jeugd en we weten wat de jeugd wil. En daar zitten dan inderdaad, ja, een stuk of 10 van die soort cv-jongeren. Ja. Die helemaal geen connectie hebben met buurtgenoten van Nou, het is goed dat die er zijn, als zij weten hoe bureaucratie werkt en goed kunnen leiden. Maar er zijn ook mensen die paden moeten bewandelen. Maar dat is ook de reden waarom... Je moet dat ook niet helemaal wegzetten, vind ik. Want ik zat met die organisatie aan tafel en die gasten weten echt wel wat ze doen. Je hebt Sammy van CNV Jongeren, dus de Christelijke Vakbond. Nou, die vent die kwam op een gegeven moment het idee voor een generatietoets. En die heeft daar zo hard voor gepleit bij ons. Dat die moties tijdens de algemene beschouwing in die week is die aangenomen. Dus zij kunnen wel wat. Het enige is dat je niet moet vanuit die zo'n top-down constructie. Ook niet met jonge mensen. Dat moet je allemaal halen vanuit de maatschappij. Ja. Maar het is wel de reden waarom er dus zo weinig ook representatie in de Kamer is. Omdat het is ook een bubbel in de zin van dat heel veel politici die groeien soort van op in die wereld al. Dus mm-hmm. Het is ook, maar hoe dicht je dan dus die kloof? Ja, dat is super ingewikkeld. Dan zou je dus ook andere vormen van inspraak moeten gaan ontdekken. Ja, maar het is ook... Nee, we moeten daar ook... Ik denk, dat zit ook in onderwijs. Ik mis daar heel veel als ik dat zie. Waarom? Sowieso hoor. Dus waarom weet ik niet hoe ik een huis koop als ik van de middelbare school afkom? Hoezo weet ik niet hoe een BKR-registratie werkt? Hoe doe ik mijn belastingaangifte? En hoe de fuck werkt een democratie? En hoe word ik daar onderdeel van? En waarom is dat zo belangrijk? Heb je maatschappijleer voor? Ja, maatschappijleer. Maar dat gaat niet zozeer over... Dat zijn gewoon, hoe werkt het, is dat. En eigenlijk zou het goed zijn als je leert, het is helemaal niet zo gek, je bent fan van een voetbalclub. Oh, dit is een vraag nu aan mij? Of stel je voor dat je fan zou zijn van een voetbalclub? Ja, dat is heel logisch. Maar waarom is het niet zo logisch om een shirtje aan te doen voor je politieke partij en te zeggen, ik wil hierheen met het land, zeg maar. Dat is omdat het niet urgent is nu. We hoeven niet allemaal te verzuilen, for fuck's sake. Maar het zou wel fijn zijn als jonge mensen ook gewoon begrijpen dat het ook over hen gaat. En het moet niet alleen maar ai, ai, koetje, koetje verhaal. Oh, wil je alsjeblieft meedoen? Nee, is je fucking... Ja, als je wat iets wil. Van een t-shirt met ik heb een mening, heus wel. Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, top, zijn we daaruit. Heel fijn. Nee, zo, dus, nou ja, en als je die dus dat zou formele ingreep kunnen zijn, net om meer in het onderwijs te doen. Maar is het ergens niet ook zo dat het dat juist die rafelrandjes, juist die alternatieve vormen die wij hier niet allemaal kunnen bedenken nu, dat is wat inherent is aan die jongere cultuur en dat daar genoeg middelen ook voor zijn en dat er dus uiteindelijk ook iets mee gebeurt, want het jongerencentrum, dat is er dus nu in Zaandam. Ja, in die zin ben ik ook wel positief altijd. Ik denk ook, als je kijkt naar die hele klimaatbeweging, dat is ook gewoon helemaal van onderop ontstaan en er is best wel echt in de publieke opinie ook wat aan het veranderen. Ja. Omdat het urgenter wordt en voelt. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat komt ook, we hebben het er denk ik met elkaar ook meer over, omdat de jongeren die protesten doen en dat zet ons ook weer aan het denken. Dus er schuift wel van alles en dat ja, maar goed, dat wil nog niet zeggen... Ik ben ook ongeduldig. Dus er gebeurt van alles van onderop en dat gaat echt wel vanzelf. Daar hebben ze ons allebei niet per se voor nodig. Maar ik zie ook heel veel shit gewoon helemaal verkeerd gaan. En dan ben ik ongeduldig en dan denk ik, ja, potverdomme. Er moet gewoon nu iets gebeuren aan het feit dat al die jongeren in Poelenburg geen stageplek kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Ja. Ze hebben wel een buurthuis, dat is hartstikke leuk. Ja, en als je daar beleidsplannen over gaat schrijven... een huis en een baan en een toekomstperspectief. Ja. Dus, En als dat een paar jaar duurt, dan heb je alweer een halve generatie jongeren... voor wie je te laat is. Ja. Ja. Tot slot, zien jullie kansen om ook samen ergens in op te trekken op dit gebied? Nee. Jullie zien het. Oh, ik wel hoor. Ja. Nee, weet je wat ik nou leuk zou vinden? Jij zei over begin in het onderwijs, ben ik helemaal met je eens. Maar waarom gaan we niet een soort activistenacademie maken? Heel graag. Waarbij gewoon
ik las daar wel iets over. Jongeren getraind worden om belangenbehartiging te doen, voor zichzelf op te komen. Dat kan met scholen, maar het kan ook buitenschooltijd. Ja. Maar dat lijkt mij nou heel tof om te doen. Ja, dat is ook tof. En mag je dan naar die je kan een burgerinitiatief starten. Als je in de zaal zit, je hebt er ergens ontevreden over, dat kan. Ja. Maar heel veel jongeren weten dus niet hoe dat moet. Dus daar zou ik wel een soort academie voor jongeren willen opstarten. Van oké, je hebt een mening. Hoe ga je er nou voor zorgen dat je die kan verkondigen en dat er ook wat mee gebeurt? Wat kan je dan allemaal doen? Daar is denk ik wel goed een beetje bewustwording en training zou best wel ga je dat goed doen? Zijn. Dat lijkt me heel leuk. Wil jij dat doen? Zullen we het gaan doen? Moet ik dat nu even besluiten? Nou, enig. En dan noemen we het de Bedweter Academie. Nou, dan is het hier geboren. Dat is geen gek idee. De Bedweter Academie. Mooie titel. Ja. Doe je mee? Ja, ik doe ook mee. Nou, wie doet er even een beetje zaallicht? Vinden we dit een goed idee? Ja, nu zeggen. Ja, nu. Ja. Nou. Ja. Mensen willen wat meedoen. Voor het geval mensen last hebben van FOMO en naar andere dingen moeten we zitten officieel over de tijd heen. Om 9:15 begint het volgende programma-onderdeel hier. Dat gaan we sowieso gewoon om 9:15 laten starten. Maar ik dacht, misschien zijn er mensen die het fijn en leuk vinden om te blijven zitten. En misschien nog een vraag te stellen aan Tim of aan Femke. Als je een vraag hebt, je mag hem stellen. Als je een vraag hebt, je mag hem stellen. Maar je mag ook weg. Doodsbedreigingen niet uitvoeren, ja. Ik zou gewoon lekker bier gaan drinken. Oh, je hebt echt een vraag. Schreeuwen. Ja. Als je de zaal verlaat, heel zachtjes, anders kunnen we jou niet verstaan. Hoe waren jullie toen jullie jong waren? Dat is dus een moment in het verleden, begrijp ik nu, ja? Ja, ik was lid van Rood, van de SP. Ah ja. Dom. Maar ik vond al wel heel veel. Maar ik wist niet eens wat ze zeiden. Ik wist alleen, ze hadden 26 zetels in de oppositie en waren heel goed in nee zeggen. Toen dacht ik wil dit. Toen was ik 17. Dat zegt ook wat over de SP natuurlijk. Ja. Wow. Dus ik was wel dia. Ja, en waarom zeg je nu stom dan daarover? Nou ja, omdat het is heel irreëel wat ze allemaal zeggen, joh. Oké. Okay. Peter Quint doet het heel goed op onderwijs. Ja. Mag ik gewoon dat vinden. Moet je even, waarvan akten? Jij? Ik was ook al heel jong, heel eigenwijs en had een mening. En ik was eerst lid van Greenpeace en toen ik ging studeren ben ik gaan kraken. En daar heb ik alles geleerd wat belangrijk is en wat ik nu nodig heb. Dat heb ik niet op de universiteit geleerd, maar wel door te kraken. Door te kraken? Ja. Wauw, kijk, de liefde groeit hier. Het is heel duidelijk. Nou, de onrust lijkt me te ernstig om nog enorm vragen te doen. Maar we hebben de handen op elkaar voor een bedweteracademie. Ja, dat is heel mooi. Met een oud SP-aanhanger en een ex-kraker. Nou, het kan gewoon niet misgaan. Dank jullie wel. Tim Hofman en Femke Kaulifrex. Dank jullie wel. Succes nog. Ja, ik kom zo naar jullie toe. Goed zo.